Hallo allemaal, het is weer vrijdag en dat betekent dat het tijd is voor een nieuw Visdeurbelsjournaal. And of course, a very warm welcome to all my viewers from outside the Netherlands. I can't stress enough how honored I am that you are willing to help these fish out in the small city of Utrecht. If you are watching for the first time, please note that there are subtitles below. You can switch on English subtitles and you can follow the whole story. De visdeurbel gaat de hele wereld over. Het is ongekend en bizar. Van Australië en Nieuw-Zeeland tot Amerika en Engeland. Van The Guardian tot The New York Times en allerlei fantastische social media kanalen. Dank jullie wel voor deze aandacht en te gek dat er zoveel mensen zijn die het leuk vinden en bereid zijn om te helpen. Nou, dat maakt ook dat de stream geregeld vol zit. Daar kan ik helaas niks aan doen. We hebben inmiddels de streams verhoogd naar 1500 streams, maar op het moment dat die vol zit, zie je helaas niet de deurbel. Geen zorgen, dat komt vanzelf een kans om mee te doen. En wat wel heel belangrijk is, is dat er kennelijk meer dan genoeg mensen zijn om de vissen te helpen. We hebben ook een paar hele leuke waarnemingen deze week. Kijk lekker mee, want het was weer fantastisch. Nou, allereerst blijf ik gecharmeerd door de brasems. Het zijn van die donkere schimmen, vissen van zeker een halve meter lang en ze zijn volop aan het migreren. Ik zie ook heel veel blankvorms voorbij komen. Ineens zie je dan zo'n hele school voorbij trekken. Ditmaal zijn het echt grotere blankvorms. Dit zijn de volwassen blankvorms die echt op weg zijn om zich voor te gaan planten. Nou, verrassend genoeg nog steeds paling. Weer een glimp van een paling die langskomt. Vorig jaar bijna niks, nu echt al meer dan 10 gezien. Ook nog een enkele snoekbaars in de nacht zoals hier. En er kwam nog een krab langs. Heel bizar om af en toe die poten voor de video voorbij te zien kruipen. Ik zag ook een grote vis die ik niet zo snel thuis kon brengen. Dat is dit beeld. Als jij nou een idee hebt, laat het even weten in de comments. Ik kwam er niet uit, maar misschien weet iemand anders het wel. Maar wat ik echt mis is de snoek. Dat snap ik niet zo goed. Waar blijven die snoeken? Ik had er echt veel meer verwacht. En ik hoop dat ze nog langs gaan komen. Maar in plaats van de snoek hadden we deze week wel twee hele bijzondere waarnemingen. Kijk, allereerst deze. Dit is een kooikarper. Die worden gehouden in vijvers. En af en toe worden ze wel eens uitgezet of ontsnapt. En dan zagen we ineens een nieuwe soort voorbij komen. Althans, die we nog nooit op de visdeurbel hebben gezien. Ik ben er vrij zeker van. Je ziet hem maar even voorbij schieten. Maar dit is de zilt. En de zilt is echt een prachtige vis. Met een hele gladde huid. Een heel kenmerkend rood oog. En kennelijk is deze grote vis toch echt op reis en op zoek naar een nieuw leefgebied. Nou, en gelukkig hebben we ook deze week steeds weer de baars. Wat een heerlijke vis is het toch. Met zijn vriendelijke grote lach en de liefde voor de camera. En nog steeds zijn het de grote jongens en meiden die op zoek zijn naar voortplantingsgebied. Nou, ik word helemaal blij van de baars. En deze week wil ik je graag wat meer vertellen over de baars. Nou, de baars is een van de meest voorkomende vissoorten in Nederland, maar ook in Europa. Nou, waarom dan toch de baars? Ja, ik vind ze in veel opzichten fascinerend. Ik heb hier even een plusje model voor meegenomen. Nou, de baars is best wel een compacte vis, zoals je hier ook wel ziet. Ze kunnen tot wel 60 centimeter groot worden, maar meestal zien we ze zo'n 30, 40 centimeter als ze wat groter zijn. Wat opvalt is die enorme vlag van de rugvin ook. Oppassen, want er zitten best wel venijnige stekels in. Nou, verder zijn het enorm goede jagers. Ze hebben best wel een grote uitschuifbek waarmee ze die visjes weten te pakken. Ze hebben hele heldere ogen en een prachtige camouflagekleur. En die kleur verraadt ook waar ze zich ophouden. Namelijk liefst tussen de waterplanten. Die strepen helpen ze om te verstoppen tussen de waterplanten. En met de ferme, krachtige vinnen kunnen ze keisnel achter vissen aanjagen. Die grote ogen die werken ook het best in helder water. Het is echt een zichtjager. Nou, grote baarzen zoals dit, die jagen vaak alleen. Maar ik heb zelf meerdere keren waargenomen dat kleinere baarsjes, 10, 15 centimeter lang, soms in groepen jagen. Als een soort roedel wolven achter een vis aanzitten. Nou, baarzen migreren niet zo ver, maar ze hebben wel ondiep water nodig om zich voor te planten. Want vrouwtjes, baarzen, leggen daar een lange streng van wit kleverig materiaal wat vol zit met die eitjes tussen die rietstengels of over die takken heen. Die witte zak zit vol met giftige stoffen en vieze smaken. En daarnaast is het behoorlijk taai en kleverig. Dus we zien dat eigenlijk alle roofdieren die eitjes volledig met rust laten. Wat ik ook leuk vind aan de baars is dat ze echt verbonden zijn aan onze geschiedenis en cultuur.
Allereerst werd de baars vroeger ook wel waterpatrijs genoemd. En dat is een verwijzing naar de vogel, patrijs, die vroeger als echt een delicatesse gegeten werd. Nou, ook de baars werd vroeger veel gegeten. Het stond bekend als een hele lekkere vis met compact en stevig wit vlees. En je ziet dat ook terug op de schilderijen van vroeger. Zoals hier, je ziet een grote snoek liggen en daarachter een baars. Of hier rechts een baars goed in beeld. Het was een vis die veel gevangen en gegeten werd. Dat de baars zo populair was, zag je ook in Amsterdam. Want tussen 1900 en het jaar 2000 was Amsterdam wel meer dan 100 visverenigingen rijk. En die visverenigingen werden ook wel fishcolleges genoemd of baarscolleges. En het komt omdat ze alleen maar op de baars visten. Nou, met vaandel en een eigen stamkroeg waren het hele serieuze mannenverenigingen. En geregeld gingen ze met elkaar de strijd aan om te kijken wie de meeste baarsen kon vangen. Nou, dat die baars zoveel in Amsterdam voorkomt, zegt ook iets over de vis. Want Amsterdam ligt op de overgang van zoet rivierwater naar zout zeewater. En dat zout kan je helemaal meten tot in het centrum van de stad. Nou, de baars is best wel zouttolerant en dat wil zeggen dat hij het niet erg vindt als het water een klein beetje zout wordt. En dat betekent dat je ze nog best wel tegen kan komen tot vlak bij de zee. Nou, samen met het waterschap in Amsterdam heb ik een gave schoolplaat laten maken die dit verbeeldt. De baars is daar een onderdeel van het Amsterdamse brakke trio. De baars, de bot en de bliek, oftewel de haring. De baars iets meer van het zoete, de haring echt van het zoute en de bot die leeft op die overgang. Nou, de knipoog van het brakke trio moet ik even uitleggen voor onze Engelse kijkers. Brak in het Nederlands betekent het water wat een mengeling is tussen zoet en zout water. Maar je kunt ook behoorlijk brak zijn na een avond flink doorhalen. Oftewel, dan heb je een hangover. En dit kan ook heel passend zijn voor Amsterdam. Wil je meer te weten komen over het brakke trio? Klik dan even op onderstaande link. Nou, dit was het wat betreft de baars. Mocht je nou nog leuke vragen hebben over de baars, of over andere vis, of over de visturbel, stel ze dan hieronder in de comments. Ik probeer elke week 1 of 2 vragen eruit te pakken en die in een minuutje tijd te beantwoorden. En dan is het tijd voor de visvoorspelling van deze week. Het wordt weer een regenachtige week. Helaas, de lente zet nog niet door. Maar leuk is wel dat komend weekend de temperaturen ineens even een piek krijgen. En gemiddeld genomen, de dagtemperatuur en de nachttemperatuur liggen toch best wel hoog. En dat maakt dat de watertemperatuur verder stijgt. En die komt nu echt rond de 10 graden te liggen. En dat is best wel een magisch moment. Want dat betekent dat de vismigratie voor veel vissen echt gaat beginnen. Kijk dus in ieder geval zondag en maandag naar de visturbel, want dan verwacht ik echt meer vissen te zien. Dit was hem weer, het visturbeljournaal van deze week. Thank you so much for watching this news report. There will be another news report next week, Friday, around the same time. I hope you enjoyed it and please keep watching the visturbel. Help us get the fish through the lock. And I hope to see you next week again. Dankjewel, tot volgende week.